Na de persconferentie van Brinkman gaat het hier in de Kamer natuurlijk maar over één ding. Jawel, van dissident naar eenmansfractie, Hero Brinkman. Krijg toch allemaal de kleren, val voor mij, wat allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Diederik. Of meneer Samson moet ik geloof ik zeggen. Vanaf nu is het meneer Samson. U heeft gezegd voor uw aantrekking van ik ga vechten tegen het kabinet, dat ga ik omverwerpen. Nou, u zit er een paar dagen en de eerste steek is uitgedeeld. Ja, nou ja goed, ja, je zou kunnen zeggen dat het aan mij lag, maar ik geloof niet dat dat het geval is. Meneer Roemer, is het eigenlijk ook niet iets voor u om een eenmansfractie te beginnen vanwege de vreselijke gedachten van uw partij? Nu is die stekker er dan toch bijna uit. Nou ja, het gaat er bijna van komen. Het gaat de goede kant uit voor u. Nou ja, dit is een genadeloze klap voor Rutte. Dit is bloedserieus. Nederland heeft een regering nodig die draagvlak heeft. En die regering is zojuist haar draagvlak kwijtgeraakt. O, je praat ineens heel anders. Nee, u leider dat bent. Ze mee. Dat valt echt niet. Het gaat over iets. Kinderen willen niet met me spelen. Noemen me raad en wijzen me na. Meneer Wilders, bent u ook een beetje blij dat dit gebeurd is? Het was ook wel een hoop gedoe altijd met Hero. Het was zeker op zijn tijd een hoop gedoe met Hero, maar ik ben er absoluut niet blij mee. Ik vind het echt jammer, en dat meen ik ook oprecht, dat hij is vertrokken. Ik begreep dat jij binnen de fractie niet de grootste problemen met Geert zelf had, maar eerder met Bosma. Nee, Bosma is natuurlijk mijn grootste vriend van de hele fractie. Dat begrijpt iedereen. Meneer Rutte, ziet u dit als een tegenslag? Voor het kabinet hoeft dit verder geen gevolgen te hebben. Omdat het hoeft geen gevolgen te hebben, dat klinkt al onzeker. Nee, dat is niet onzeker. Ik heb heel goed geluisterd wat de heer Brinkman zegt. En, Als u zou zeggen het heeft sowieso geen gevolg, dan denk ik van ja, dan voelt u zich sterk. Maar het hoeft geen gevolg te hebben. Dat betekent dus wel dat er iets aan de hand is. Nee, dat geloof ik niet. Dit is gebeurd vandaag. Hè? En wij hebben natuurlijk met z'n drieën een krappe meerderheid in de Tweede Kamer. Maar betrokkenen zegt dat hij het kabinet blijft steunen. Je moest eens weten hoe vaak ik het meegemaakt heb. Dat we een heftige discussie hadden in de fractie. Waarbij niemand zijn mond open trok. En ik vervolgens in mijn kamer zat. En er toch altijd twee of drie fractieleden van mijn fractie. Van de fractie van de PVV naar mij toe kwamen. En zeiden, Hero, we vonden eigenlijk wel dat je gelijk had. Maar dat is laf, want die steunen je dan dus niet in de groep. Precies. Klopt het dat hij u een sms heeft gestuurd om het aan u duidelijk te maken? Ja, dat heeft hij gedaan. En ik heb ook, maar dat is toch eigenlijk een vreemde manier van omgaan met elkaar? Ach, nou ja, goed. Dat heeft hij zo gestuurd. En ik heb hem ook een sms teruggestuurd dat ik dat oprecht betreur. Dus jullie spraken niet meer met elkaar? Nou, we hebben de fractie natuurlijk kort daarvoor met elkaar gesproken. Zo'n mededeling doe je toch niet over de sms? Ja, dat heeft hij gedaan en ik heb hem ook per sms beantwoord. Ten eerste, Geert neemt zijn telefoon nooit op. Ik heb hem, Wat zeg je nou? Ja, dat zal jullie niet vreemd klinken, maar dat doet hij bij mij dus ook niet. Dus dat gaat bij Geert altijd per sms. Ik heb ook een kwartier later gewoon een sms van hem teruggekregen. Had ik maar iemand om van te houden. U als SGP loopt nu wel wat anders door de Kamer, een beetje zo wat breder zo, een beetje... Hè? Kom maar op jongens, jullie hebben ons nodig. Nee, echt niet. Volgens mij als je de beelden vergelijkt van dit interview met beelden van vorige week of de week ervoor... Net zo slecht. Dan zie je het net zo slecht. Het had eerst al te maken met de SGP die u erbij moest halen en nu moet ze iemand erbij halen als Hero Brinkman. Dan zeg ik, ja, dan wordt het wel een beetje een los zand. Als ik kijk naar de uitvoering van het regering gedoogakkoord sinds we gestart zijn... Liggen we volledig op schema. Als ik kijk naar alle andere zaken waar de PVV ons niet steunt. Nee, op schema, dat is prima. Ja, op schema is prima. Niet aan de microfoon zitten. Hè? Excuus, u weet dat ik dat altijd graag een beetje plaag. Rutte zal op zijn knieën bij Brinkman moeten. Of op zijn knieën bij de SGP moeten. Gat. Ja, Rutte op zijn knieën bij Hero Brinkman. Ja, dat is, nou ja. Ik moet even iets anders stellen. Nee, maar het is wel zo in de praktijk. Roemer die zegt, Rutte moet nu op zijn knieën voor Hero Brinkman. Hoe ziet u dat precies voor u? Daar ga ik met heer Roemer nog eens over praten. Hoe hij dat precies voor zich ziet. Stay.